Detlef, goed kampioenschap geweest? Over het algemeen gezien wel. Hè. Absoluut tevreden. Goede groep. Heel goede momenten tijdens bepaalde wedstrijden. Goed korfbal. En een hele leuke groep ook. We hebben een heel leuke week gehad. Zeker. Het moment dat het moest gebeuren, ja, was het niet hè, voor de Belgen. Ze stonden er niet. Hè. En Nederland, ja, berensterk natuurlijk. Ja, uiteraard een terechte winnaar. Hè. Daar kan niemand aan twijfelen. Maar het was niet goed. Een goede start. Een goed kwartier, denk ik ongeveer zoiets. En dan door te veel fouten. Komt Nederland eigenlijk beter in de wedstrijd. En dan waren ze vertrokken en daar hebben we absoluut niks meer kunnen tegenover zetten. Kunnen wij als Belgen die eerste 5, 7, 8, 9 minuten volhouden gedurende een ganse wedstrijd? Ja, in ieder geval zijn onze doelstellingen niet gehaald. Het was de bedoeling om de teamafspraken een ganse wedstrijd vol te houden. En dus langer dan die 7, 8 minuten. Maar ja, dat ligt aan verschillende zaken. Het kan zijn dat de spelers het niet kunnen uitvoeren. Het kan ook zijn dat ik het verkeerd heb verwoord en dat het niet juist is overgekomen. Dus daar moeten we een keer achter zoeken hoe dat juist komt. Om de volgende keer wel een plan, het concept, een hele wedstrijd te kunnen uitvoeren. Ja. Tot slot, ik heb het ook tegen de voorzitter gezegd. Het zou zo mooi zijn, hè? 2015 in eigen land. Dat klopt, maar daar zullen we met z'n allen heel hard aan moeten werken.